Samen zijn ze blij, maar wie is er het blijst? Vlak na de finish weten ze nog niet wie er gewonnen heeft. Het was dan ook een heel spannende race. Maar ze moet nog één bocht. Selma Poutsma naar de streep. Selma Poutsma of Xandra Velsenboer. Ik wist het echt niet. Ja, ik zei volgens mij ben jij het. Ja, jij dacht het wel. De jury bekijkt de finishbeelden en beslist. Ze eindigen gelijk. Ja, zo kan je het ook natuurlijk perfect doen als Nederland. Voor Velsenboer en Poutsma natuurlijk heel bijzonder. Dat het dan samen goud is, is het wel supermooi eigenlijk. Het is ook echt bijna magisch om het op deze manier met z'n tweeën te winnen. Het komt bij topsport wel vaker voor dat twee mensen precies gelijk eindigen. Laatst nog bij het EK zwemmen, waar de Nederlandse Tessa Giele exact op hetzelfde moment aantikte als een Griekse zwemster. Ha, ze wint! Ze wint! Ongelooflijk zeg! Een gedeelde titel weliswaar, maar een titel is een titel! En ook op de Olympische Spelen wordt heel soms in één wedstrijd goud uitgereikt aan twee sporters. Deze hoogspringers stonden samen op de eerste plek toen ze besloten de medaille te delen. Can we have two gold? It's possible. It depends if you decide. If you both decide on Olympic champions. Ja, dit is mooi! Kijk aan! Wat een verhaal! Het maakte ze tot vrienden voor het leven. En ze blijven maar lachen. Ze lachen zich helemaal kapot. Hele goede vriendinnen waren Poutsma en Velsenboer al. Maar samen de eerste plek op het podium delen, dat is wel heel zeldzaam. Ja, we gaan het niet vergeten. Nee. Het zal zeker nog wel eens te sprake gaan komen deze dag.